Op het bedrijventerrein Achtersluispolder werd door minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren het startsein gegeven voor een creatieve maakgemeenschap. Het eerste investeringsgeld is binnen, nu de navolging van de Zaanse ondernemers nog. Ik ben inderdaad heel blij dat wij vandaag kunnen zeggen dat hier is, die transformatiefaciliteit. Want dat het nodig was, dat wisten we denk ik met z'n allen al een tijdje. En ik heb toen gedacht, ja, je moet gewoon ergens beginnen. Het is hartstikke mooi om juist hier de transformatiefaciliteit te lanceren. Omdat op deze plek, maar ook in deze regio, heel veel transformatie mogelijk is. Maar soms toch lastig te financieren is. Nou, daar is die faciliteit voor. En de uitnodiging om terug te komen, die heb ik al aangenomen. Vaak werkt het heel goed als je begint met geld. Dus geld vrijgemaakt op de begroting, 38 miljoen. En gezegd, ja jongens, dit is een begin. Maar er is natuurlijk meer nodig, dat weet ik ook. Het moet ook nog gemaakt worden en gecreëerd worden. Hoe lang gaat dit duren? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Kijk, wat ik kan doen is zorgen dat die voorfinanciering er komt. Dat hebben we gedaan door een fonds te creëren waar het Rijk 38 miljoen in heeft gestopt. Waar de BNG geld in gaat stoppen. Waar andere partijen ook bij kunnen worden betrokken. Dan kan zo'n project starten. Maar hoe lang het duurt, ja, dat hangt echt. Dat is maatwerk. Je hebt transformaties die wel 15 jaar duren. Je hebt ze ook die veel sneller gaan. Hoe gasneutraal gaat dat worden? Nou, kijk, we moeten heel Nederland uiteindelijk van dat aardgas afhelpen. Dus juist als je gaat transformeren, als je gaat vernieuwen, dan moet dat zo duurzaam mogelijk worden. En het liefst natuurlijk helemaal zonder aardgas. Er werd ook nog een rondleiding gegeven door de toekomstige bewoner van het nu winderige Achtersluispolder, door de directeur van Tony Chocoloni. En die vol trots de demografische opbouw liet zien van een succesvolle onderneming die in de komende jaren door creatieve marketing grote en ook kleine bedrijven naar de Zaan weten te lokken waar je prettig leeft en werkt. Wat ik zie is dat er langzaam ruimte komt voor woningbouw toevoegen. Dichtbij je werk wonen en recreëren en dat kan in dit gebied. En hoe de mix dan moet zijn weet ik niet. Maar dat wij woningbouw willen toevoegen hier omdat dat gewoon kan, daar kijken we naar. En ja, als je dan een verhouding moet zeggen, dan zeg ik nu even het politieke antwoord als wethouder economie en wethouder stadsontwikkeling, dat is dan 50-50. Maar het uitgangspunt hier is wel werk wonen en niet wonen werk.